De aanpassingen aan de beleidsnota over integratie heeft geleid tot spanningen binnen de coalitie. PvdA en VVD kwamen lijnrecht tegenover elkaar te staan in de raadsvergadering afgelopen donderdag. De beleidsnota Bouwen aan een verbonden stad van GroenLinks-wethouder Bert van Alphen is een visie op de multiculturele stad. Volgens de VVD ontbraken er belangrijke punten in de nota. Daarom wijzigde de partij teksten, voegde alinea's toe en grote aanpassingen in het amendement Verduidelijking voor de stad. Coalitiegenoot PvdA was niet erg enthousiast over het amendement. Desondanks kreeg het VVD-voorstel donderdag brede steun. Langs de Scheveningse kust wordt een duin vernoemd naar de soldaat van Oranje. Het Erik Hazehof Roelofsma-duin ligt tussen de Strandweg en Visafslagweg. Dit heeft het Haagse stadsbestuur donderdag bekendgemaakt. Hazehof Roelofsma is een van de bekendste Tweede Wereldoorlog verzetshelden van Nederland. Zijn boek dat in 1971 verscheen over zijn belevenissen in de oorlogsjaren, getiteld Soldaat van Oranje, maakte hem beroemd. En later kwam er ook een musical over de Soldaat van Oranje. Jan Smeets, de oprichter van het festival Pinkpop, heeft zijn 3FM Legend Award opgedragen aan Golden Earring-gitarist George Kooijmans. Hij kreeg het beeldje afgelopen week in de uitzending van de talkshow Bo, omdat Pinkpop is begonnen met de Golden Earring en hij Kooijmans een fantastische vent vindt.